Yes. Do you want a taxi? No? No, 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 no. Oh. We don't need it. I'm hungry. Ah, okay. You please, sir. Ah, baby monkey. Okay. Dus, die kwam even op mijn hoofd. Zo, heftig. Wij gaan eventjes rondkijken. We hebben wel eens gehad dat je schaduw, zeg maar, niet echt je schaduw is. Echt onder je staat. De zon die staat echt super hoog. Iedereen kijkt het aan. De schaduw is echt onder je. Ja, maar dan loopt gewoon weg met de camera, maar dat maakt niet uit. Ik wil heel graag een keer in de spotlight staan. Vertel. Nou. Het is echt super heet. Het is echt niet normaal. Oké, okay, spullen hebben we allemaal meegenomen. Jij ook. Hey, aapje. Daar, aapje. Daar. Oh, ik kan het zien. Oh, hey, daar bij de trap. Oh, ik vind het nu wel leuk. Nou, waar zie jij nog meer aapjes? Nou, daarboven. Ja, kijk, daar komt hij al. Ja, ik blijf staan, want ik ben net zo goed gezien. Kijk, daar is hij. Meneer de aap. Meneer de aap doet niks hoor. Nou. Wacht maar, 3, 2, 1, kijk, 4, 3, 4. Wow. Ah, baby monkey. Oké. Okay. Dus, die kwam even op mijn hoofd. Zo, heftig. Kijk, die kant op, daar is de rock temple. Ik denk dat onze tassen allebei zo'n zat zijn. Nu met eten en drinken erbij. Ik denk dat we wel iets van 15 kilo per persoon op onze rug hebben. Het is hier zo bloedheet. Warm, maar we waren gewaarschuwd. Ja, hoe verder je zeg maar naar boven gaat, hoe warmer het is. Wat een gezeik, moet je kilometer naar beneden lopen om dik te staan. Onze tickets moesten echt 16.000 kilometer verder ophalen. Dus. Eindelijk hebben we onze tickets. Zijn tickets zijn binnen. Langs gelopen. Het is dat natuurlijk meneer vroeg wat we in godsnaam aan het doen waren. Of we naar het busstation gingen.
Ja, we liepen helemaal verkeerd. We liepen weer helemaal verkeerd. Maar moet je eens kijken welke weg we nog af moeten leggen. Je denkt dat je er al bent, maar dat is dus niet zo. Binnen liggen allemaal boeddha's en staande boeddha's. Vanaf Gouden Tempel naar een plaatsje. Ik heb geen idee waar jullie ons hebben gebracht. We zijn nu in Dambula bij het busstation eigenlijk. Ja. Hey. Zijn we dan eindelijk? Eindelijk zijn we er. We zijn eindelijk in het hotel in Habarana. En het was echt een trip, jongen. Zo. Oh, ik ben zo blij dat we... Wat een tocht vandaag. Het is echt zo'n reis dan. Maar we zitten in zo'n mooi hotel. Het is echt zo mooi mee kijken. Kijk, wacht, even hier achter mij. Eerst naar wat... Dit is de badkamer. Even kijken, joh. Dit is de badkamer. Echt een luxe badkamer. Stort douche, alles. Onze kamer. Oh, echt zo lekker. Het is echt groot. We hebben ook nog een chillbank daar. En als je dan naar achter kijkt, zie je gewoon een zwembad in onze tuin. Hier leven we de komende dagen. Twee nachtjes. Oh, heerlijk. Oeh. Ja. Voor nu niet meer wat. En het is... wij nemen altijd, als we een hotel gaan nemen, nemen we altijd inclusief ontbijt. Ja. En ik denk dat wij per nacht betalen, hebben wij gemiddeld. De ene keer waar we echt wel, net zoals die in Udawalele, was echt goedkoop. Die was heel goed, maar was heel goedkoop ook. Ja. Maar ik denk dat wij gemiddeld tussen de 15 en 20 euro per nacht betalen, inclusief ontbijt. Nou, ik zou zeggen, wij gaan lekker uitrusten en even lekker zwemmen. Tot ziens. Ja. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga lekker zwemmen. Ja. In Habarana. We hebben vanmiddag echt even lekker gezwommen. Lekker gedoucht. Ja, lekker even gechilled. Even niks gedaan. Ja. En we gaan nu lekker even eten. Heerlijk traditioneel Sri Lankaans eten. Vanmorgenochtend hebben we een tuk-tuk geregeld. En wij gaan naar Zagiria, naar de Lion Rock. En we gaan best wel vroeg opstaan, ik denk 6:15. En om 7:00 gaan we ontbijten en om 7:30 aan de tuk-tuk. Ik zeg, slaap lekker. Wil jij nog wat zeggen? Nee. Lekker slapen. Slaap lekker. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan naar Zagiria. We gaan de leeuwrots opklimmen. Nou, daar was ze. We gaan zo meteen heen. We gaan met de tuk-tuk. Hi. Hallo. I'm Pia. Okay, hi. Delano. Hello. Nice to meet Lina. You. Milan. We lopen in Zagiria. We zijn bij de bekende Lion Rock. Dit is eigenlijk, vroeger was dit een koninkrijk. Heel lang geleden. Ik heb geen idee wanneer het was. En de koning die had zijn eigen koninkrijk op de leeuwrot. Alles wat hier omheen was, dat was vroeger stad. En nu staat het op de werelderfgoedlijst als beschermd gebied. Dat is de leeuwrots. Ja.
best wel een eindje lopen. Ze zeggen dat je 2 uur heen moet lopen en 2 uur terug. Maar wij denken dat het sneller kan. Het is lekker weer. Het is lekker warm. Het wordt echt warm. Het is hier net de avond, heel zo toeristisch. Het is niet te geloven. Ja, dat is echt niet normaal. Het is net diergaarde blij door. Maar we gaan het gewoon even lekker dit passeren. En dan we proberen nu alle groepen, toeristengroepen voor te zijn. Ja, iedereen stopt overal. Het is niet te iedereen geloven. Wil zo'n tourguide en zo. Nou, wij doen het lekker zelf. Wij doen het zelf. Ik heb me goed ingelezen, dus ik zal jullie hier en daar eens even vertellen wat het allemaal betekent. Dus. Dus. Zo, wij gaan naar boven. Let's ciao. Go. Okay, dit is dus de trap. Door een grot heen. Het zijn allemaal van die kleine treden. Omhoog. En dat valt op zich gewoon mee. Maar niet als je een hele... Ik weet niet of ze nog door hebben dat ze nog ruim 200 meter naar boven moeten. Maar volgens mij wordt het nu al moeilijk. Hier is een bakker. Ja, hier zat dus vroeger een bakker, een baksmid. En de baksmid zat hier kruid van droog. Maar die zie je nu niet meer hoor. Nee, het is allemaal van vroeger. We lopen hier nog steeds de leeuwenrots omhoog. Met fucking veel trapsteden. Oeh, trappetjes. En ik denk dat de koning dat expres heeft gedaan. Niemand, geen enkele soldaat, gaat deze fucking trap betreden. Maar vervolgens daar nog eventjes het koninkrijk erboven, jongens. Oh, kijk die trap daar boven. Zo'n koker. Oh, nog in een wenteltrap. In een trappetje. Nee, geen enkele soldaat. Ik snap best wel dat het 11 jaar heeft geduurd. Voordat de koning van zijn troon werd afgevochten door zijn broeder. Kijk. Broer. Broer, jongens. Broer. Dit tempo word je nog moeier dan die hele trap op. Maar ja, dat krijg je als je 100.000 toeristen voor je hebt. Zullen we even in Nederland zo? Nou, echt. Gaan we dan in een kooi naar boven. Ja, het is wel goed beschermd. Je wil natuurlijk niet naar beneden vallen, hè? Je mobiel kan ook niet vallen, dus dat is fijn. Kijk, we zijn al zo hoog ongeveer. We gaan nog hoger. Nog hoger. We gaan nu weer terug naar beneden. Gelukkig gaat er geen kind voor ons lopen. Wat de grap is wel, is dat je helemaal naar boven moet. Vervolgens kom je in een soort grot met allemaal mooie schilderingen van grote tieten. En mag je niet filmen en ook geen foto's maken. Logisch, toch? Je moet de pok eens omhoog en mag je vervolgens niks vastleggen. Dan hadden wij dat natuurlijk al gelijk weer binnen 10 seconden gezien. En mag hier geen handboeien overdragen. Maar verder gaat alles prima hier. Zo, de kind heeft nu even een voorsprongetje gekregen en gaan we weer. Dus, nu moeten we deze lange trap nog op. En het is natuurlijk weer super druk. Maar goed. Het is even niet anders, hè? En dan zijn we er. Oh, kijk. Je ziet van die leeuwenklauwen. Hier. Dit is best stijl. Je hebt bijna geen houvast. Het is echt vrij hoog. We zijn er bijna. Warm, hè? Ja, ik heb ook voor je. Het is best stijl. Je wil dan doorlopen, maar iedereen stopt. Ik wil sowieso doorlopen. Nou, we zijn in ieder geval op een eerste platform boven. Het uitzicht is echt super mooi. Moet je kijken hoe mooi dit is. Zometeen gaan we helemaal naar boven en dan zie je een mooi uitzicht. Geen idee wat die man zegt. Dat is niet mijn taal. Maar wij hebben het dus heel snel gelopen. Ik denk dat we dit in 30 minuutjes hebben gelopen omhoog. Nee, sneller. 15 minuutjes.
Nee, het hadden er 15 kunnen zijn als er niet zoveel slome mensen voor ons zaten. Ik werd gewoon claustrofobisch op die trappen, kocht ik kant op. Het ging niet naar voren, het ging niet naar achter, het ging niet opzij, het ging nergens heen. Kijk achter mij. We staan hier nu in het paleis. Dit was vroeger waar ik nu op sta, dus het allerhoogste puntje. We staan nu eigenlijk door de muur heen, maar ja, kan allemaal. Dus dit is het paleis. En ik kan jullie ook even meenemen naar de receptie. Willen jullie even naar de receptie? Gaan we even naar de receptie. En dan nu zijn we in de receptie. Het is wat hij. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar beneden, daar liepen we toen straks. Zand in mijn oogje. Dit was de boomhut, eigenlijk de rotshut van de koning. Ik ging heel tevreden als hij een beetje ongesteld was. Ik ging echt zielig. Dus. Een paleis stond en dat er nog maar zo weinig over is. Ja, dat is wel bizar. Het lijkt heel veel, maar het is eigenlijk heel weinig. Heel veel gerestaureerd. Hoe je hier achter ziet, hoe de bakstenen en zo. Het is eigenlijk weer mooi gemaakt. Thank you.